Dit is SBS Dutch. 1 op de 5 kinderen in Australië leidt aan chronische pijn. Maar nieuw onderzoek toont aan dat het probleem vaak wordt genegeerd, wat leidt tot vertragingen in de diagnose en behandeling, wat de fysieke en mentale ontwikkeling van deze kinderen kan beïnvloeden. Sienna's liefde voor paardrijden begon toen ze les kreeg voor haar 7e verjaardag. My goal in life was to be an Olympic show jumper. That's what I wanted to do. So it was kind of crushing to not be able to do that. Not even small ones. I can't even let alone doing the Olympic level. Chronische pijn is de reden waarom de nu 19-jarige Sienna moest stoppen met haar geliefde hobby paarden. Ze zegt dat de pijn begon toen ze 5 jaar oud was, maar dat het onlangs ondraaglijk werd, waardoor ze haar springpaard Tinkerbell moest verkopen. It was very hard to part with her. Even now, the doctors tell me, oh, just deal with it, with the leg pain. I'm like, you don't understand how debilitating it is. There's no known cause, and that's the worst part. With my neck, I know there's a cause. I know there's a fix. I know what to do to relieve it. I don't know what to do to relieve my legs. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat er veel jongeren zijn zoals Sienna. 1 op de 5 kinderen leeft met chronische pijn. Andere onderzoeken hebben al aangetoond dat de gevolgen van hun situatie enorm zijn. Jongeren met onbehandelde of slecht behandelde chronische pijn stoppen vaak met school en kunnen sociaal teruggetrokken en geïsoleerd raken. Nicolette Ellis van de belangenbehartigingsgroep Chronic Pain Australia zegt dat deze kinderen een grote risico lopen op psychische problemen zoals angst en depressie. En ze zegt dat hun families er ook last van hebben. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld vaak niet naar hun werk en krijgen broers en zussen te weinig aandacht. 22% of schooling is missed in children with chronic pain, so that equates to about one day per week. And we know that from a developmental point of view, anything more than 10% of missing school really impacts their developmental conditions and also the way that they thrive in life. Hulp krijgen is niet gemakkelijk. Experts, zoals de wereldwijd erkende gezondheidsonderzoeker professor Manuela Ferreira, zeggen dat een deel van het probleem is dat chronische pijn vaak wordt gezien als iets dat alleen oudere Australiërs treft. Ze wil meer actie tegen chronische pijn bij jonge mensen. Back and neck pain do not discriminate against age. So we need to know through research what actually the best care for that age group is. De professor zegt dat er ook ruimte is voor verbetering in de manier waarop chronische pijn in heel de gezondheidszorg wordt aangepakt. Australië heeft landelijk slechts 6 kinderklinieken en de meeste nemen jaarlijks maximaal 250 doorverwezen patiënten in behandeling. Dit betekent dat de gemiddelde wachttijd voor een kind om een afspraak te krijgen tussen de 1 en 3 jaar ligt. If you consider the prevalence of back pain, for example, not only in Australia but around the world, so the number of cases is actually increasing over the years. If you think of how many of those people will actually come and see their doctor, their physio, the impact on the healthcare system is just going to be increasing. Are we prepared for that? Sienna zou willen dat mensen haar pijn gewoon serieus nemen. People don't believe you at all, especially women, young women. They tend to think you're being dramatic, and it sucks. And no one really listens to you, and people still don't listen to me. Dit was een verhaal van Manas Anguri, Sue Lennon en Deborah Grok voor SBS Nieuws. En SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.